Vanavond KRO Nederland 1. Jos van der Valk presenteert de Willem Ruis Show. En hier is de man van de duizend cadeaus, Kissmaster Willem Ruis. Gaan we meteen beginnen, want dat overdondert mijzelf ook. Dag jongens thuis. Is er iemand met een... meteen beginnen. Iemand met een 65-plus kaart? Ja. 65-plus. Ja. Kom hier. Ja. Gees, ga zitten. Je bent zelfs, hè. Gees, zit. Daar is een nummer 1. Ik hoorde er nog eentje. En hier? Nee toch. Oh, mag ik even bij u komen? U bent er even. Heb u hem gezien? Met een 65-plus kaart. Ik kom even langs, als het kan, zo. En u heeft een naamkaartje op, zie ik. Dus ik hoef niet te vragen wie... Ik ben niet de kerstman. Nee. Is dat familie van u? Ja, u heeft het. Ja, heeft... heel ver. Dag Sinterklaas. Ach, en dan meneer Wijs. Voel me nou net weer van vroeger, kleine jongetje bij de grote Sint, hè? Ja, Sint. Als u niks zegt, zeg ik ook niets. Maar ga ik gauw weg, vindt u het, hè? Je bent toch niet bang? Maar wou u meedoen dan? Want u bent u getrouwd dan? Of nee, niet? Natuurlijk ben ik niet getrouwd. Nou, dan kan je toch niet meedoen, Sint? Dat kan toch niet? Ik vind het zo leuk om iedere keer te kijken naar alle cadeautjes die je uitreikt. En omdat ik dat ook eenmaal per jaar doe. Oh, dus misschien kan ik er iets van leren. Nou, ik denk het wel. Maar ga zitten, joh. Doe niet moeilijk. Ik zal je... Nog één ding. U vindt het niet erg dat u niet mee kan doen, want u bent niet getrouwd. Maar misschien... Nee, hij is niet getrouwd. Zin is te lachen, joh. Zin is niet getrouwd. Hozen met 20 zwarte pieten. Maar één keer per jaar, maar is dat. Is het misschien dat we een... Zijn er zoveel Spanjaarden in de zaal? Zijn er Spanjaarden? Mensen uit Spanje in de zaal? En wat zeg jij nou tegen mij? Ben jij Spaanse? Oh, kom er maar mee. Hij hey, wordt erbij. Geef het. Nee, voorlangs moeten wij. Jij niet, hij zei wel voorlangs lopen. Hallo, Pierre, was je vast gaan zitten, joh, met bed? Ga lekker zitten, Jerry. Gees en Henk zitten al, goedenavond trouwens. Dat is Henk, dag. Laten we dan even kijken of je het volgende attribuut bij je hebt, want dan krijgen we dat ook voor elkaar. Julie en Peter, moet je weer gaan staan, want je bent nog niet gekozen dus. Maar als je nou toevallig, en iedereen die het heeft, een chocoladeletter bij zich heeft. Ja. Achter de banken! Achter de banken! Zo! En even rustig nu, ja hoor, ho! Stil dan! Moet je nou opletten wat er gebeurt. Dan wil ik nu dat wij doorgeven aan de laatste Marian alle letters die komen hier te leggen. En dat is één. Hoor, ja, zo ho! Dan gaan wij de volgende doen. De banketletter, is die erbij? Ja. Kom erbij staan met je banketletter. Goed zo. Ten slotte de pepernoten. Ja. En erbij met je pepernoten. Kom erbij. Zo. Winnen, goed hè. En doorgeven die letters. Letters hier. Nee, blijf staan. Laatste geef door. Ja, stapelen maar. Eentje gaat even stapelen hier. Ja. Goed, jongens, kom op met die letters. Ja, kom op. Allemaal op. Twee. Banket. Ja, goed zo. Jongens, even een beetje kalm. Beetje kalm. Ja. Dat is voor zon in de schoorsteen, hè. Sinterklaas, zo gaat het nou. Als je terug wil hebben, moet je het op die manier doen, hè. Begrijp je wel. Willem. Ja, jongens, kalm. Ho. Zo. Oké, jongens, even kalm. Die dingen die gaan we daar wegleggen. Nou, goedenavond. Je hebt ook pepernoten. Ja. Nou, dat betekent dus dat we weer allemaal kunnen gaan zitten als we de rotzooi hier hebben laten liggen, ja? Ja?
zitten, Piet. Ga maar zitten. Piet is de laatste die bij komt. Ga zitten met je banket. Dat heeft hij ook nog meegenomen. Ga zitten, Piet. Ja, oké. Ja. Nou moet ik één ding, jongens, want u denkt thuis natuurlijk, ik kijk alsmaar die kant uit, maar ik kan me niet voorstellen dat het waar is. Peter gaat zitten hoor, Peter met zijn vrouw. Ja, Pierre, het spijt me, je moet weer op je plek. Gees en Henk, Peter met zijn banket staan. Waar ben je nou, Peter? Piet, nou, ik zeg, ga zitten. Jij was... En dan moet ik u uitleggen, maar u moet heel voorzichtig met mij meekijken en ik denk dat ik mezelf niet geloof. Kijk eens voorzichtig die kant uit, naar boven, jongens. Ik heb steeds zien zitten, daarboven. Ja, ik kan me niet voor... Nou, jongens, kijk nou eens mee naar boven. Ga staan, joh. Ga staan. Ja, daar kan je toch niet omheen, vind je niet? Daar kan je toch niet omheen? Dat is toch niet te... Nou, Kerstman, het is niet... Die heeft zich echt verkleed. Ja, ga maar zitten. Ik wil je beter... Met zijn vrouw. Kerstman is dus duidelijk getrouwd. Ga erbij. Gaan we de naam vragen, de 65-plus kaart van Gees en van Henk. Goedenavond, Gees. Goedenavond, Henk. Waar komen jullie vandaan? Eerbeek. Eerbeek, dan ga ik even... Heb je dat... Papierdorp. Papierdorp op de Veluwe. Papierdorp op de... Eerbeek, ja. Eerbeek, begrijp je. Maar ik moet natuurlijk eerst eigenlijk weten hoe je van achter en van voren heet. Gees en Henk van... Hoe is de naam? Vos. V-O-S. Ja. Goed zo, jongens. VOS, zegt Henk. Dat zijn een voetbalclub, hè, Henk? Ja, ja. Goed zo. Ja, jongens, ik moet het uitleggen. Ik vind dat zo'n gekke microfoon. Daar heb ik vorige keer ook al over gezegd. Daar heb ik iets op bedacht, heb ik meegenomen. Volgens mij is het dan veel leuker ineens als je het zo doet. Ja, dat is veel leuker. Goed zo, want je ziet iedereen altijd maar met die microfoon lopen, zo met dat grijze ding. Dit lijkt me veel leuker, hè? Ja hoor. Ja. Hoe heet je? Treinie. Dag Treinie. Dag. Goed zo. En Piet, hè? Piet, hè? En hoe heet je van achternaam? Molbach. Molbach staat er. CH, hè? CH. CH. En kijken en niet aankomen, hè? Uit de Spanje? Ja. Oh, wat zal het een avond worden vanavond. Dag Peter. Dag. Julie. Dag Julie, hè? Gewoon, hoe zeg je het op Spaans? Ja, Julia. Golia. Golia, de J is een G, hè? Ja. Dus wij gaan op vakantie in Goenie, hè? In Goenie. Ik ben al verliefd op je geworden voordat we begonnen zijn. Kun je het voorstellen? Nou, en dit is een verhaal apart. Je doet hem niet af. Of je bent een bekende van me. Maar nee, dat kan blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten. Dag Kerstman. Hoe heet de Kerstman? Kees. Ja, gewoon Kees. En hoe heet de Kerstman zijn vrouw? Ria. En hoe heet ze van achteren? De boot met een D. De boot met een D, jongens. Ja. Nog eventjes en we krijgen allemaal verklede jongens hier zitten. Het is een weddenschap voor een pakje chic. Oh, een weddenschap voor een pakje chic. Nou, dat heb je dan gewonnen. Ga maar weer zitten. Exact. Zullen we dan maar? Ja? Zullen we dan maar? Daar gaat hij, jongens. Op een avond gaat de deurbel, Gees en Henk, Vos, hè? Niet de Vos, maar Vos, Gees en Henk. Op een avond gaat de deurbel en een nette heer vraagt of die bij u in bad mag of een douche mag nemen. Dat vraagt hij. Wat doet u? Dat vroegen wij het Nederlands volk. Ze kozen uit 3 mogelijke antwoorden. Jullie kiezen uit dezelfde 3 antwoorden. Als het overeenkomt met het antwoord van de Nederlander, dan scoor je, anders niet. Dus daar gaat hij. Op een avond gaat de deurbel en een nette heer vraagt of hij bij u een bad of een douche mag nemen. Wat doet u? U weigert onmiddellijk. Mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2, u zegt, dat kan, maar water, elektra en gas kosten geld, dus betalen. Mogelijkheid 3, u zegt dat u geen douche of bad hebt. Dat is het. De eerste, weigeren. Ja? Ja, hè? Ja. Ja, moet je nog even overleggen, Saan? Nee, zo sprak ik u uit. Moet je niet over zijn. Nee, moet je luisteren weer knap. Nou, die wil naar huis. Nou, dat is een hele vreemde heer. Ja, nou, maar die ken ik. Ja, dat denk je maar. Dus wat doe je? Niet binnenlaten. Niet binnenlaten. Henk ook niet, hè? Ja, is goed. Is goed. Eerbeek. Prima. Eerbeek, oké. Okay. Gaan we even kijken of het klopt. Niet binnenlaten. Het Nederlands publiek zegt 20%. Ik heb geen bad en ik heb ook geen douche.
14% zegt, ja, gas, water, licht, je moet betalen. Jullie hebben allemaal mee zitten rekenen, hè, jongens? Jawel, 66%, daar is die. Welke van de volgende bekende liedjes vindt u het beste passen bij de huidige economische situatie? Kom even bij je. Dus, welke? Vind ik zo leuk staan zo. Welke van de... Oh, ja, dat is een test, hè, meteen, hè, of je in mijn blaadje wil kijken, hè. Welke van de volgende bekende liedjes vindt u het beste passen bij de huidige economische situatie? Hand in hand, de kameraden. Dat is er één. Poen, 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 poen. Of is het de zon gaat weer schijnen? Waar koos het Nederlands publiek voor? Nou, het Nederlands publiek zal altijd voor poen, 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 poen kiezen. Zij is het ermee eens. Ja. Gaan we de score bekijken. 44% is het geheel met je eens. En dat is het winnende en scorende antwoord. Uitstekend. Volgende vraag voor jullie. U hebt een feestje. Waar komen jullie vandaan overigens? Rotterdam. Rotterdam. Jood en wit. Zeg ik iets verkeerds? Nee, nee. 4-1 gelijk gespeeld. 4-1 gelijk gespeeld, zegt hij. Weet je niet? U hebt een feestje. Tussen de schuifdeuren wordt wat geacteerd en gezongen. Hè? Tussen de schuifdeuren. Hoofdnummer van de avond blijkt te zijn een gewaagde buikdans van uw oudste dochter. Wat doet u, vroegen wij het Nederlands publiek. U spreekt haar na afloop ernstig toe. U vindt het leuk, mogelijkheid 2. U vindt het leuk dat zij zo exotisch danst. Mogelijkheid 3 is, u gaat zelf ook op buikdansles. Nog één keer, ernstig toespreken, leuk vinden of zelf ook les nemen. Waar koos het Nederlands publiek voor? Geloof de eerste. Dat dacht jij, hè? En jij? Ja, ik ook de eerste. Oh ja, ja, ja. Twee. Wat zei je? Ik verstond het niet goed. Hard hoor. Twee. Gaan we eens even kijken. 20% ernstig toespreken, 66% vindt het leuk en 14% zelf ook les nemen. Je hebt er gescoord! Ja. Goed! Waar komen jullie vandaan? Amsterdam. En maar even serieus, want mensen denken, want Nederlandse mensen zitten altijd, zitten jullie aan de chips, hè? Altijd te kauwen als het belangrijk wordt van... En dan hoor je niet wat er gebeurt. Kom ik later in deze uitzending nog even op terug. Dat je die chips op hebt als het zover is. Dus we moeten even hard en duidelijk spreken, want anders een... Je komt uit Amsterdam, maar waarom nou als kerstman? Want ik vind, want mensen denken dat je ingehuurd bent door ons. Nee, dat was gewoon een wetenschap met de buurvrouw. Nou, buf. Ja. Voor de wakker. En dat kostte nou een zware checkie. Nou, heel goed. En ik hoop dat het er veel meer plezier oplevert dan alleen... Ja, juist, gaat de jongens. Drie bekende Nederlanders bieden zich aan om u te assisteren in het huishouden. Wie van de drie zou u kiezen? Is dat Albert Mol? Is het Jan Raas, wielrenner? Of is het Jan Terlouw? Nee, dan maar Albert Mol. Dan maar Albert Mol, hoor. Meen je dat nou? Meen je Albert nou? Ja? 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 52% is het hartstikke met jullie eens. Score allemaal, jawel! En daar is het eerste geluidsfragment. Luister naar de piep en maak het af. Daar gaat hij. Trompetter, leder van de prins. Hij marcheerde van de helden. Wat zeg je, bier? Nee, hier. Hier? Oh, dommert, zeg nou niet hier. Wat dan? Maar trompetter was hij wel in hart en... Lieren. Lieren? Oh, lieren of hart en... Ja, wat je... Nou, dat was precies dat. Nieren, ziel natuurlijk. 15 gulden gaan we verdelen onder de overige drie echtparen, Gees. Nee. Jawel, 5 gulden. En 5 gulden voor de familie Jansen, de familie De Boot. En ik was jullie naam nog even vergeten. Mobach. Mobach. Yes. Ach, dat ik dat vergeten kon zijn. Mobach, ja, je woont achter me, dat weet ik, ja. Precies. Tweede moment, meneer Mobach, daar gaat hij. Een broekje in de branding, overtuigt u er eerst van. Wat zat erin voor dat een aangedreven... Ja, is te laat.
Als de tribune zingt kwam, had je... Wat zat erin voordat het aangedreven kwam? Ja, precies, had je moeten doen. 15 gulden, leden weer 5 teruggeven, voorzien. Ja. Goed, hè? Ja, tuurlijk, heel erg. En de familie De Boot hebben er ook 5. Volgende fragment, Peter en jullie, hè, kom op. Bij de geschenken kunnen rijmen, zeker u gaat dichter worden toegevoegd te worden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld, presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen, zin van al dagen lopen denken, wat hij aan stippel, stippel, stippel zou... Denken. Hè? Denken. Schenken, nou, kennen nou, dat kan nog niet, want die... Nee, het was geven. Geven, want dat was de grap dat het niet rijmde dus in feite. Geven. Nou, hey, voorzien, heb je weer een tientje terug al. Kom op, gaat ie weer, ja. Heel waar. Familie Vos, familie Mobach en de familie De Boot. Nou, daar komen jullie, Kees Kerstman. Kees Kerstman. Suiker was ik in jouw hek. Krijg. Nou, moet je nou? Wil je hem nog een keer horen dan misschien? Ja, nog een stukje. Ja? Ja, heel klein stukje nog even, dus even kijken of het gaat. Suiker was ik in jouw hek. Suiker was ik in jouw hek. Suiker was ik in jouw hek. Ja, precies, dat was het. Maar dat had je wel de eerste keer moeten doen natuurlijk, hè? Uitstekend. Nou, als we dat nou nog één keer doen met z'n allen, dan geven we elkaar dus alles. Dan geven we elkaar dus alles. Dan geven we elkaar alles wat we hebben, jongens. Oh, wat heerlijk is het. Nou, dan komt het tweede en laatste fragment voor de familie Vos. Daar gaat hij, jongens. Let op. Tweede fragment. Hé, die was niet te horen. Ik hoorde wel een piep, maar het fragment hoorde ik niet. Maar daar komt hij aan. Ik zo, ja. En met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor. Wat zegt hij nou? Nou, verstond je nu niet goed wat hij zei? En op het strakke ritme, wat zeg je? Ik ben doof. Oh, dan moeten we de tv wat harder zetten. Nee, voor. Nee, maar echt. Ja, begrijp wel dat je doof bent. Ja. Op het strakke ritme van Victor. Nou, dat is Sylvester, Victor Sylvester. Hij die nooit op de plaat gaat, Geesje? Nooit op gedanst op Victor Sylvester? Nooit? We zitten in het oude. We zijn veel te oud. Ben je veel te oud? Hoe oud ben je dan? Hoe oud ben je dan, Geesje? Wij zijn van 1930, 35. Van 1935? Nou, ik ook. Ja, toen dansen. Nou, toen probeerden ze het voor de eerste keer, laat ik het zo zeggen. Goed zo. Hij was gedanst? Jawel, alleen de wals. Alleen de wals. Ja. Dus een foxtrotje maak je niet. Of zal ik even met je dansen? Foxtrotje, ja. Even dansen, ja. Met je. En dan maar niet schoenen. Nee, scoren, dat kan niet. Dat gaan we even. Oh, dat toch even. Dat is even, hè? Zullen we even dansen? Elke woensdagavond stond ik het is een foxtrot. Ken je hem niet, foxtrot? Ga ik nog iemand zoeken? Ga zitten. Is er iemand die hem dan wil dansen met mij? Waar? Daar? Kom op! Als u even wilt, ja. Misschien dat we hem nog een keer kunnen doen, ja. Ja, ik weet het niet. Zo, daar komt. We moeten kijken. We maken er gewoon een dans. Kunt u dat? Kunt u het wel? Ja? Ja? Elke woensdagavond sprong ik op een fiets. Keurig gelukkig met de kop gestoken. Om 18 precies, dan begon de eerste les. Zo was het met de dansschool afgesproken. Ik heb eerst 10 lessen vooruit moeten betalen. Voordat ik mijn medeltest kon gaan halen. Dank u zeer, dat is goed, hè? Mag ik u begeleiden, ja? Ja. Ben je vanavond vrij? Ja. Ben, 12:15 onder de klok achter op de fiets? Zodat? Ja. Ja. Ik heb je naam. Oké, jongens. Hé, wat lekker. Zullen we nog doorgaan met dansen, jongens? Of niet? En daar gaat hij weer, want we waren met de muziekfragmenten bezig. Wat jammer, hé. Maar lekker, hè? Komt-ie. Ja, familie Mobach.
En de kinderen gaan naar oma met hun zorgen, dat is gewoon. Ze stopt 25 gulden in de jaszak van de zoon. Zoon is de eerste die gescoord is, ja, 15 gulden. Hele moeilijke, luisteren jullie allemaal heel goed. Is heel moeilijk, allemaal luisteren. En het onderschouw, steeds als een blij signaal. Allemaal. Ja, 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 ja. Niet te druk, daar gaat hij, de laatste familie de boot. Als wij in de Jumbo zaten, kreeg ik langzaam in de gaten hoe jij was. Jij pakte met de purse aan en bleef naar het toilet toe gaan, maar moest geen. Hij heeft zeker eens. Plas. Ja, de baard die ik heel goed heb. Goed! Bij de bakker, familie Vos, bij de bakker wordt u geholpen door een meisje dat eerst uitgebreid in haar neus peutert voordat ze uw krentenbollen inpakt. Wat doet u? U zegt: voor die pulk betaal ik niet. Ze vallen zo moeilijk op, hè? Dit is die andere krenten, weet je. Jij eet helemaal krentenbollen van mij. Mogelijkheid 2 is: u vraagt op hoge toon de chef te spreken. Op hoge toon de chef te spreken. Mogelijkheid 3 is: u geeft het meisje een papieren zakdoekje. Waar koos het Nederlands publiek voor? Ja, het eerste. Die krentenbol, die hoef ik niet. Die krentenbol, die hoef jij niet, nee. Niet betalen dus, hè? U zegt, voor die pulk betaal ik niet. 26%. En de rest van het Nederlands publiek, 24%, vraagt de chef te spreken. En 50%, en dat was het winnende antwoord, was het papieren zakdoekje. Had niet gescoord, schaam? Nee, maar gaan we door met familie Mobach. Wat wordt door de meeste Nederlandse echtparen gewoonlijk heel zuinig bewaard? Wat wordt door de meeste Nederlandse echtparen gewoonlijk heel zuinig bewaard? Zijn dat de liefdesbrieven uit de verlovingstijd? Is het het bruidsboeket of het eerste tandje van hun kind? Ik denk het bruidsboeket. 28%. Bewaart de liefdesbrieven. 16% is het met je eens. Het bruidsboeket. 56% van de Nederlanders het tandje. Scoort ook niet. We gaan gelijk, jongens. Wat vindt u het toppunt, familie Jansen, wat vindt u het toppunt van overdrevenheid? Het toppunt van overdrevenheid. Is dat cement aanmaken met mineraalwater? Kom je erop, hè? Is het, mogelijkheid 2, soep eten met mes en vork? Dat doe je toch alleen met je vork normaal, niet, hè? Of is het dankjewel zeggen als je wordt aangereden? Moet je nagaan. Dankjewel! Nou, een rare vraag, hè? Dus waar kozen we voor? Cement met mineraalwater, het meest overdreven misschien soep met mes en vork, of dankjewel? De derde. 30% gaat ze met mineraalwater aanstaan te maken. Dom, hè? Ja, je kan geen lachie tonen, hè? Want je bent zit in de spanning, hè? Want je denkt, gaat het nou inderdaad om de soep of dank je wel? Ik zal jullie allemaal niet langer in onzekerheid laten. Het is 56% zegt dank je wel met een ongeluk. En dat is het winnende antwoord. Score! Familie de Boot. Als u mocht kiezen, wat zou u dan zo lang mogelijk uitstellen, vroegen we de Nederlander. Uw eerste grijze haar, hè? De noodzakelijke operatie van uw krolse kater. Rare geluiden. Of voor de derde keer rijexamen doen. Dus daar gaat hij. Eerste grijze haar, operatie van de kater, derde keer rijexamen. Wat zou het Nederlands publiek, als ze konden kiezen, het langste uitstellen? De operatie van de kater. Nee, dat meen je niet.
20% de operatie van de kater. 42%. Ik denk dat het voor de hand lag een beetje, hoor. Wat denken jullie? Het rijexamen. Ja, precies, dat was hem. 42% het scoort niet. Dat betekent dat we naar een eindstand gaan kijken. Ah, ik kan best een beetje lachen, hoor, vind ik. Ik kan het niet laten zien, bijna. Kees de Kerstman. Nou, dan gaan we, jongens, met de stand. 45 gulden voor de familie Vos. 65 gulden voor de familie Mobach. En dan krijgen we 100, ik kan het bijna niet zien, 105 gulden voor de familie Jansen. En 65 gulden voor de familie Boot. Nou, dat betekent dat wij in de... Ik zal u helpen, hoor. Oh, die kerel niet. Zeg, hij, kunt u uw collega misschien... Nee, hoor. Maar dat is, dat, Sinterklaas, dat is maar een verklede deelnemer, hoor. Ja, ja. Dus vandaar. Nou, mag ik u uitgeleide doen? En laat ik dan nog één keer terugdenken aan de heerlijke tijd... Dat ik bij u op schoot zat. En dan mochten we het zingen. En wat waren we opgelucht. Ik ben niet altijd echt bang van u geweest. Klein beetje. Klein beetje wel. Ja, ja, inderdaad. Maar ik vond het heerlijk als we dat mochten zingen als hij wegging. Ja, het klinkt niet aardig in uw gezicht. Nee, ik weet het. Ik weet maar ja, volle borst zing ik het mee. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaasje. Jongens, help maar een beetje. Ja, gaat uw gang. Dank u wel, Sinterklaas. Dag Sinterklaasje! Familie, lieve familie Vos, wij zien elkaar terug bij de boksen. Want dat is de consequentie ervan. Jullie zijn afgevallen, Gees en Henk. We gaan aan die deurtjes direct trekken. Het betekent dat de anderen doorgaan bij het panel. Je weet hoe het is. 5 doosjes, boksen zoals het heet, dozen. 1 deurtje misschien dicht, misschien wel allemaal open. Pierre, laat eerst maar eens zien wat erin zit, in die boksen. Ja Willem, welke boksen zijn open en wat zit erin? Daar gaat het om. En wat dacht u om te beginnen van dit koffieservies? Oud-Hollandse stijl, prachtig gegraveerde kan, suiker en melkkommen en tot slot een beeldschoon presenteerblad. Daarnaast, de gedichten zullen uw machine uitvliegen nu u de kans hebt deze elektrische schrijfmachine mee te nemen. Hij heeft zelfs een zinkend segment, ja ja, en een steekwals. In nummer 3. De laatste weken van het jaar zullen voor u dagen lijken. Elke dag gekluisterd aan deze elektronische schaakcomputer. U zult afvallen, want tijd om te eten en te drinken is er niet meer. Dus kiest dit milieubewuste geschenk. In 4. Oliebollen banketlekkers, kerstkransen worden fluitjes van een cent als deze keukenmachine in uw huis staat. De deeg- en klopgaarden leveren wij er natuurlijk gratis bij. Als laatste. Superfilmen op 8 mm wordt een klein kunstje met deze camera. En of het werkelijk een klein kunstje was, kunt u dan vaststellen met behulp van deze filmprojector. Fijn, zie je dat allemaal staan? Ja, ik zie dat. Fijn. Eens even denken. Laat ik vragen, schaak je, Henk? Kan je schaken? Nee, schaken kan je niet. Is er iemand in de familie die kan schaken? Zou ik niet weten, maar we hebben maar 1 dochter. Heb je maar 1 dochter? Maar 1 kind. En die is wel getrouwd, maar die man die schaakt. Is schoonzoon. Ze kent het niet. Nee, maar ze is geschaakt gewoon een keer. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Is hey, lieve Geest, moet je luisteren. Als er 1 dicht zit, ben je alles kwijt. Ja, ja. Waar gaat je voorkeur naar uit? En jouw voorkeur, Henk? Heb je wel eens gefilmd? Heb je wel eens gefilmd? Ja. Ja? Film, ja. Film heb je wel. En wat film je meestal? Nou, kleurfoto's. Kleurfoto's. Vogels. Die bewegen, vogels. Nee, filmen, dus dat ze bewegen, dat ze... Ja. Tweet, 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 tweet. Dat ze dus bewegen, Henk. Ja. Dus dat ze zo bewegen dat je ze kan filmen, Henk. Kijk, als je hem open doet, dan kan je alle vogels filmen die je wil. Haal je hand uit je zak en doe die deur open. Schiet op, Henk, kom. Oh, wacht, ja, doe maar. Oh, ja. Maar
zitten. We zijn nog niet klaar. Ben we al klaar? Heerbeek, we gaan pas beginnen in Heerbeek. Hoe oud zijn jullie? Geest, mag ik dat vragen? Mijn man is 65 en 62. We zijn zo 40 jaar getrouwd. 40 jaar getrouwd? Bijna. Ja? 10 mei. 10 mei zijn we getrouwd, net bij het uitbreken van de oorlog. En wat waren moeilijke jaren? Maar dat waren moeilijke jaren. Bij jou op de bruiloft, ja, als ik tijd heb, kom ik altijd. Ik moet er nog 700 afwerken van andere echtparen die ik had. Hij moet lopen eerst voor we bij de auto's kwamen. Ja. En toen zijn we naar Melken gegaan. Naar wie? Moesten we weer melken. Oh, jullie zaten op een boerderij. Ja, dus je trouwde? Ja. En toen melken? Ja. Nou, dus, en zo is het 40 jaar bijna geleden natuurlijk, hè? Nee, gelukkig niet. Gaan we wat open doen, Geesje? Vind je die zo mooi? Oh, dat vind ik zo mooi. Laten we dan eerst wat anders doen. Vind je dat ook mooi? Die hek wel. Die hek wel? Die hek wel. Hek wel. Heb jij hem al? Wie? Ja? Die heb je rouw. Heb jij hem niet dan? Ik niet. Moet je er dus niks mee, bedoel je? Nou, laat me maar eentje open doen, wat je het liefste wil hebben. Ja, maar pak maar. Is die verhoor? Weet ik veel, joh, sleep je er door, joh. Kom op, toch, laat niet meteen hoor, dat hij doet, hè? Hij schrijft misschien, hij schrijft misschien of niet? Heb je ook? Ja, niet. Elektrisch? Hij stroom in je beek? Ja, nou, gelukkig wel. Tuurlijk. Wat is die wel? Is die wel? Weet ik niet, je staat alsmaar tegen me. Ze staat alsmaar te zeggen, ja, we blijven zo staan voor jullie. Want ze alsmaar, is die open? Is die open? Nou, even niet. Nou, laat maar. Trek, wat wil je opentrekken? Lies die eerst. Nou, Henk gaat het doen. Henk. Ja! Ja! Het is zo. Alles is zo lastig. Laat je het zo zitten, het is voor je hart, vind ik zelfs als jonge man ook al. Ja, als... Hoe dat? Zijn nou te lachen, Gees? Ja, nou, dat ik te mooi vind dat ik wat heb. Oh, kind. Nou, doen we. Nog eentje of stoppen we? Ja, van mij maar, dat stoppen we. Nou, liever dan stop ik hoor. Henkie? Maar die mag rustig. Of had je nog iets waarvan je zegt graag? Die machine is leuk. De machine is wel leuk hoor. Maar als die dicht zit, dan... Alles weg, keihard. Ja, nou, daarom. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu, weten of die het doet. Ik ben zo tevreden. Ja, dacht ik ook. Hoor. Jullie zijn best over tevreden. Ja. Ik ben over jullie ook zo tevreden. Ja, hoe is mogelijk. Ja. Gaan we even kijken. Dus de schrijfmachine, jullie zijn gestopt. De schrijfmachine was jullie wens dan om nog open te trekken. De schaakcomputer niet. Dat is een vreselijk mooi ding. Maar als je niet kan schaken en ik kan ook niet schaken, dan heb je er niks aan. Dat had je al, zei je. Laat ons kijken. Hij zit dicht, maar ik speel het maar. Kijk maar of hij dicht zit. Nee, serieus, ik weet het niet. Even kijken. Want deze is het hoor. Die zit dicht. Nou, dan kan je die open doen dus. Maar we zijn gestopt. Nee, we zijn gestopt. Controleer maar even. Deze zat dicht, inderdaad. Die zit dicht. Wat zeg je? Die zit dicht. Oh, en die zat open. Het is net alsof die dijk dicht ging, hè? Want Henk, je wordt er niet warm of koud van, hè? Ik en niet, hoor. Nee. Henk zegt... We zijn niet zo klezig, Henk zegt, trilt. Hij zit dicht. Hij zit dicht. Dag, dochter. Dag, Gees. Dag, kindertjes. Dag, Henk. Ja, wat hebben ze gewonnen? Dag, allemaal. En wat ze gewonnen hebben, Willem, is behalve die fraaie afvalemmer aan score 45 gulden en daarbij een filmcamera met projector en een vijfdelig tinnen servies. Goed zo, jongens, bedankt. Blijf lekker staan, banden. Blijf even staan. En keer als ik de emmer overhandig, dan is er natuurlijk een panel daarna. En daar gaan we nu naartoe. Ga je gang, Pierre. Wacht, dit is goed. Oké. En vanavond natuurlijk ook weer onder voorzitterschap van, wij mogen wel zeggen, de vader der dichters, Alexander Pola. Rechts van hem, voor u in de huiskamer, de jongste literaire dichterlijke ontdekking, Willeke Alberti. En zoals altijd, zetelt aan de andere kant... De vrouw, wiens naam zelfs rijmt, Rita Corita. En daarnaast, sans gêne, maar een avant-gardistische pen voerend, Kees ter Brugge. Hele snelle zin, jongens. Weet je nog? Rijmen en zinnen. Dat gaan we doen. Laten we eerst maar even een zin doen. In het nudistenkamp, zei Sarah tegen Dora. Je kan wel zien dat zij de vrouw daar van de kleermaker is. Ze zit vol met...
Puntje, puntje, puntje. In het nudistenkamp zei Sarah tegen Dora... Je kan wel zien dat zij daar de vrouw van de kleermaker is. Ze zit vol met puntje, puntje, puntje. Nou mogen jullie het afmaken. En dan schrijf je een woord op. En dan schrijft het panel een woord op. Komt het overeen, dan scoor je een tientje. Daar gaat hij. Ik had nog niet gevraagd... Mobachjes, want dat vind ik typisch Nederlands om het zo. De mobachjes in huis. Gezellig. Nou, ik haal een flesje in huis, de mobachjes in huis. Gezellig. Ja, gezellig. Waar komen jullie vandaan? Gouda. Gouda. Nou, dat weet ik dan. Kan stoppen. Het zijn de vreselijkste vragen die ik afvuur, dat weet je. Want ik bedoel, ik weet ook niet wat ik zeg, maar ik zei ook met mijn mond vol tanden. Dus, mobachtjes in huis, waar kom je vandaan? Gouda. Nou, je had geen pinders in huis, maar mobachtjes. Mobachtjes, ja. Wat doe je? Ontwerper en fotograaf. Fotograaf, heel goed. En jij? Huisvrouw. Heel goed, zo. Nou, we hebben dat interview weer gehad. Gaan we weer door. Wat hebt de familie Mombach nou toch opgeschreven van... Ze zit vol met speldenprikken. Oh, wat een ontwerper, zeg. Wat een prachtige kaart, zeg. Heel mooi geschreven. Nou, zeg. Kan je niet vast in het panel komen? Ja, waarom niet? Voor Alexander, die schrijft zo slecht, hè, altijd. Oh, die schrijft... Sorry. Neem je kwalijk, Alexander. Nee, niet in het minst. Familie Jansen. Vol zit ze met spel... Oh, dat wordt even... Spelden en speldenprikken. Gaan we gescheiden houden, jongens. Spelden prikken apart, spelden apart. Spelden prikken daarentegen voor de familie De Boot met een D. Ziegins komt De Boot met een D. Spelden prikken, nou daar gaan we. Willeke, mag ik bij jou beginnen? Ja hoor. Dan blijf ik lekker achter je staan. Spelden prikken, Willem. Spelden prikken twee keer, familie Moat. Gaan jullie De Boot? Heb je weer een prachtig pak aan. Ja, vind, oh, wat leuk dat je daar nou over begint, zeg. Echt een prachtige combinatie. Ja, dat brei ik helemaal zelf. Ja, dat brei ik helemaal zelf. Zo. Past ook zo goed. Nou, ja, daar gaan we, Alexander. Ja, beter dan dat van jou, wou je zeggen, of niet? Nee, toch, hè? Dat wou ik niet zeggen. Ik wou zeggen, dit pak heeft mij op de... Lippen gelegen. Ja, nee, maar op het antwoord gebracht. En dat is dus... Ah, ha, ha. Dat is dus fout rechtdraad. Niet goed. Nee, hoor. Nee. Sorry. Dames en heren, mensen denken altijd dat wij zo onaardig zijn tegen elkaar, maar wij spelen dat, hoor. Dat u dat weet, dat wij dat spelen samen, dat we onaardig zijn, dat spelen wij, hè? Oh, je hebt geen idee hoe blij ik ben dat te horen. Oh, dat doet me zo genoeg, hè? Ik dacht dat het van jou ook echt was. Rita, we gaan weer door. Wat had ze zat vol met? Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, want Sinterklaas wilde me in de zak hebben, maar ik kon er gelukkig niet in. Wat heb je? Speldenprikken. Speldenprikken, twee keer. Moab de Boot. Dag Kees. Ik wou eerst opschrijven plooien. Waarom? Oh, nee, dat wordt niet zo keurig. Ja, nee, plooien is heel vals ook, vind ik. Ja, ze zit vol met plooien. Zie je? Spel, pik het twee keer uit, zeg het, jongen. Als ik dus nou zeg, moet je even opletten, jongens. Dit is de tweede keer dat we doen. We vorige keer hebben we daar plezier mee gehad. Als ik nou dus zeg, Sinterklaas kapoentje. Dan rijmt er iets op kapoentje. Dat panel dat gaat zitten denken alsmaar van wat rijmt er op kapoentje. En die maakt daar een heel gedicht van. Wat jullie alleen maar hoeven te doen is daar voor neer te schrijven schoentje. Als het panel nou uitkomt op schoentje, dan krijg je weer een tientje. Komen ze uit op zoentje, krijg je ook een... ik krijg geen tientje. Begrijp je? Schoentje scoort dan. Zoentje rijmt wel, maar het scoort niet. Zoentje, schoentje. Dus nou heb ik een zin dus. Midden goed gescoord, hè? Nee. Dus jullie hebben er niet goed gescoord. Ik lig gewoon zeker alweer 20 punten achter, hè? Wat een beetje in de maar gaten. Maar het is goed voor hem, hè? Ja, goed in de gaten gouden, hè? Ja. Ik kan niet aan het slepen blijven, natuurlijk. Dat voel je wel, hè? Gaat ie, jongens. Nou, hier is dan de rijmzin. Een man met een meter, die hield van de zee. Een man met een meter, die hield van de zee. Ze gwaren den heuken en isten hem mee. Zo hapten de haren en kunsten de gaan. Dat als de vieren, de hups en de gaan. De tums en de dieren, dat aan de zon. Zo kan dan hem mee. Zo, en dat is hem dan, hè. Dus nou rijm je dus gewoon iets. Dus. Een man met een meter die hield van de zee. Al hadden ze haren en hadden ze... voor de kinderen altijd zo leuk, hè. Maar niet opschrijven, hoor. Play, hè. Niet doen, hè. Begrijp je dus schuif maar. Kijk, een man met een meter die hield van de zee en daar nam hij altijd zijn reddingvest mee. Begrijp je dat eens? Die is ook niet eens gek.
Nou, is er niks, dat is mee. Nou, dan moet jij mee opschrijven, bijvoorbeeld. Begrijp je wat dat rijmt? De zee, zeg maar. Nee, kijk, een man met een mijter, die hield van de zee. Kijk, Alexander is schrijver, die maakt er een gedicht van. Een man met een mijter, die hield van de zee. En nam dus altijd, laten we zeggen, zijn schoonzuster mee. Begrijp je, dat kan ook. Dan zit je mee op en dan weer. Mee. Wat doe je, Peter? Souvenir mee. Souvenir mee, kan ook. Souvenir naar Spanje neem je altijd souvenir mee terug ook, hè, Peter? Weinig. Ja, souvenir. Eentje. Hebben jullie elkaar in Spanje leren kennen? Echt uit Spanje, ja. Barcelona. Barcelona. Hoe zeg je het nog eens? Barcelona. Barcelona. Kom eens al jammer, Barcelona. 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 En hoe is het met jouw Spaans, Peter? Redelijk. Ja? Wat doe je dagelijks? Je zit... Bij de reiniging. Bij de reiniging? Milieubeheerder. Je bent milieubeheerder. Hij moet er zelf om lachen. Ik ben milieubeheerder, zegt hij. Ja? Maar normaal gewoon vuilnisman. Ja, chauffeur. Ja. Oh, chauffeur op de truck. Oh, daar staan, hey, hangen die jongens allemaal achterop, hè? Hoe? Roepen ze aan, dan ga jij door, weet je. En dan staan bij mij die zeven zakken er weer. Ja, precies. Nou, jongens, allemaal geschreven. Milieubeheerder, wat goed, zeg. We hebben nog een interieurverzorgster nodig ook. Ja, wat goed. Nou, even laten zien, jongens. Dus de man met de mijter, die hield van de zeven familie Mobach. Mee. Daar, hè, Piet is op meegekomen. Kijk eens, familie Jansen op mee. En paard mee. Het laatste woord telt. Paard mee. Kees, paard. Dus mee maar, laat maar staan. Maar mee is het. Willeke, die... Ga je gang. Wat heb jij opgeschreven? Een man met een mijter. De man met de mijter, die hield van de zee. Hij houdt ook van zijn pieten. Daar leeft hij ook mee. Leef het COB, hè? Zoiets is het niet zo. Wat? Centraal Organisatiebureau is dat namelijk. Ja. Maar ik vind hem wel goed, maar daar leeft hij ook mee. Mag ik even memoreren dat we dus zo? Drie keer gescoord hebben? Familie Mobach, familie Jansen en familie De Boot. Jawel, dankzij je. Alexander, de man met de mijter die hield van de zee. Een man met een mijter die hield van de zee, maar ook van de slijter. Hij dronk klare als thee, maar zei men, gij zijt er, een zuipschuit voor twee. Zei hij, ik bestrijd er, mijn schimmel plaagt mij. Rita, ja, daar gaat hij. Ja, man met een meter, die hield van de zee. Ik ben blij dat hij er een perfectionist in, want ik kan het helemaal niet. Een man met een meter, die hield van de zee. Hij kocht een schip en stond aan de ree op zoek naar mensen die hem het beste wensen. En daar brengt hij cadeautjes voor mee. Ja, nee, drie keer, jawel. Een man met een meter die hield van de zee en nam meteen Casey ter Burger in zijn binnenzak mee. Ga je hangen, Kees. Daarom krijgt hij in november altijd een goed idee, stapt in zijn stoomboot en brengt voor alle kindjes cadeautjes mee. Ah! Heel knap. Lief, hè? Ja, Kees, ook heel lief, hè? Ja. Ja. Nou, even sorry. Ja, ga even zitten breien allemaal thuis. Of ga maar weer chips zitten eten thuis. Dat kraakt zo lekker. Kan het niet horen. Ja, daar kom ik nog op terug. Moet je nog zeggen. Van die chips, moet je nog zeggen. Kom ik direct op terug. Dat altijd als het belangrijk is, heb je weer zo'n mond van wat chips genomen. Ja. We zijn niet van gezegd. Kom ik nog op terug. Sorry jongens, even. Ja, kom ik nog op terug. Ja. Goed zo, die chips alsmaar. Nou jongens, nou dit moet je kijken. Ja. Dan zie je dus mij opeens een rood boekje pakken. Dat heb ik dus thuis geleerd. Ja, want dat weet hij niet, hè. Want ik zeg, wij, dat is heel aardig, dat weet hij. Ik heb dus een rood boekje gekregen. Ja. En dan wordt iets. Ik denk dat je zelfs een beetje gegeneerd bent. Nou wordt. Ja, ik word nou gegeneerd. Ik herken het. Ik herken het. Mijn eigen kijk, rode namelijk, boekje. Dat is een heel mooi boekje. Dat is door Simon Carmichelt geschreven. Woord en koord heet het. En er staan er dus ook nog een paar zinnen van Alexander Pola in. Verder. Hij zegt dat dat het voorwoord is, maar goed. Nee jongens, maar dat zijn aforismen, rijmen dus. En dan vond ik het een aardig idee om jou eens te confronteren met een eigen rijmpie. Oh, dat is aardig van je. Dat stel ik toch op prijs. Ja? Is het dan een goede soms? Is het een goeie?
Ik maar vond er staan goede in en minder goede. Maar de meeste zijn goed, maar... Je kent mij toch om zeker de beste te nemen die ik kon vinden, die ik ook niet begrijp. Die heb ik genomen. De enige hoor, die ik niet begrijp. Ja, nee, als je het boekje, als je alles meteen op het eerste ogenblik zou begrijpen, was het in 5 minuten uit. Ja, dat is waar. Dus je moet er een beetje bij nadenken, dan doe je er lekker lang mee. Oh, maar weet je wat? Ja, dat begrijp ik. Maar ik vond de tekeningen ook zo goed erin, zeg. Ja, die zijn ook doen. Nou gaan we even serieus, jongens. Jij hebt geschreven, menig groen blaadje wil best een oude bok. Menig. Voel je hem? Hé, hey, Pietje. Voel je hem? Ja, die zit ook. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Nou, en dan gaan wij rijmen, jongens. En zij dus ook. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Nee, je hoeft alleen het eindwoord. Want als je nou denkt dat er stok eindigt, dat zij op stok uitkomen, schrijf je stok. Nou moet ik het weten, hè. Amsterdam, de buurvrouw, Kees de Boot. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Ik vind het nou niet vreselijk warm. Ik moet zeggen, Kees, dat ik het... Dapper zitten. Ja, nee, en ik zal... En ik hoop, nee, dat meen ik serieus. Ik hoop dat je zo lang mogelijk bij ons blijft. En op het eind zullen we het onthullen dan, hè, wie Kees is. En ook als je afvalt, onthullen we het. Maar ik moet je zeggen dat ik het erg leuk vind. Dat ik nog nooit heb meegemaakt dat iemand zich helemaal omgekleed heeft voor de WR-show. Dus volgende keer mag je allemaal in een luier komen, want dan zitten we zo tegen oud jaar. Dat is ook gezellig. Heb je het ook gezegd? Menig oud blaadje. We beginnen bij... Oh, jij bent nog niet hier. Pietje nog niet. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Familie Molbach, sok. Familie Jansen, die heeft opgeschreven stok. Familie De Boot heeft hok. Dat zijn 3 verschillende antwoorden. Hier gaan we, jongens. Mag ik, Willeke... Begreep jij hem of niet? Menig groen blaadje. Ja, zeker wel, Willem. Ja? Mm-hmm. Ik heb ook een heel goed gedicht gehad. Ben je laag vanavond? Nee, ga door. Oeps. Nee, ga maar door. Menig, want dat bedoel ik, menig groen blaadje... Luister naar mijn gedicht. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Want wie op blote voeten loopt... wil best een oude sok. Oh, dat is knap, hè? Dat is echt heel mooi. Dat vind ik goed, joh. Als we niet oppassen, wordt het nog een soort hou je aan je woord. Nee, dat vond ik echt knap, want er zit een hele diepe gedachte achter. Ja, ik vind hem ook heel goed. Goh, je maakt wat los bij de mensen, Alexander. Ja, mag ik niet in de tweede druk? Ja. Ik wilde zelf een boekje beginnen. Gaat het, jongens? Wat zei je nou weer voor lelijks? Nee, ik zeg nooit iets lelijks. Nou, vorige keer wel, hoor. Maar goed, daar hebben we niet over gezorgd. Daar gaat hij. Alexander. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Een zeer troostrijk woord voor een reeds oude sok... waarin draadje voor draadje de tijd gaatjes trok. Oh, die is ook mooi, zeg, jongens. Het scoort niet, het is alleen maar raar. Nee, maar daar zijn we aan gewend met jou inmiddels. Dat geeft toch niet, je bent gezellig dat je er bent gewoon. Ja. Inderdaad. Maar het wordt een mooi programma. Rita, laat maar lachen even nu, hè. Ja. Menig groen blaadje, oude bok. Ja, menig groen blaadje wil graag een oude bok. Zei de oude heer lachend en hij knapte zich op. Hij keek in de spiegel en schrok en zei, ik blijf thuis. Ik hou geen wedloop met de klok. Nou. Ja, die is goed. Het scoort niet. Kees, over oude en jonge blaadjes gesproken. Ja. Menig groen blaadje wil best een oude bok. Ja. Geef mij maar Jantje mijn eigen brok. Heb ik liever dan een oude sok. Zo. Sok en sok, familie Molbach. Het wordt een avond vanavond waarin het zeer gaat spannen. Want we zijn toe aan de trefwoorden, jongens. En als je de stand thuis ziet, dan zul je zien dat er nog niemand uit ligt, maar dat nu bepalend gaat worden wie zich gaat plaatsen en wie er gaat afvallen. Kijk naar de stand, 155 voor de familie Molbach, 145 voor de familie Jansen en 135 voor de familie De Boot. 3 woorden, voor ieder paar 1 woord. Je maakt het woord af, het panel maakt het woord af. Je kiest je eigen panellid, maximaal 3 keer, 20 gulden per overeenkomst, maximaal 60 gulden te verdienen. Ik begin dus bij het laagste echtpaar, 135 gulden, de familie De Boot. Hier komt jullie woord. Pieper, puntje, puntje, puntje. Pieper, puntje, puntje.
Zet er maar in, Kees. Peper. Noot. We zijn heel benieuwd. We gaan bepalen hoeveel jullie gaan komen. Je kan maximaal komen op 195 gulden. Nu is het even echt spannend. Drie panelleden. Het eerste panellid. Zeg het maar. Rita. Rita heeft peper. Ja! We gaan met het tweede panellid. Willeke. Willeke heeft peper. Noot. Ja! We gaan met het derde en laatste panellid. Kees de Brug. Kees heeft peper. Ja! Ik score nooit. Nou. Ik ben wel blij, want het lijkt me erg warm, hè? Hier niet, hoor. Nee, nee. meneer de Kerstman, hoe bedoelt u dat dan? Hier, nou, dat hij dat wat gewonnen heeft. Hij heeft zo warm, hij heeft zich lekker uitgedost. Hij en dan kom ik, gooi er een Sinterklaasstemming in. Houden zo, dacht ik. Je bent te vroeg, zeker? Nee, die waren uitverkocht. Dat was het waarschijnlijk ook een beetje. Nou jongens, daar gaat hij. Want het wordt natuurlijk voor de familie Jansen met 145 en de familie Mobach met 155. Je moet nu dus duidelijk, Peter en jullie, wil je gaan winnen, het maximale eruit halen. Daar gaat hij. Jullie woord. Boter, puntje, puntje. Boter, puntje, puntje. Boter, puntje, puntje. Julie, hoe doe je dat in Spanje? Ga je dan zo zitten ook? Dus fingers crossed, zoals ze dat in Duitsland zeggen? Nee, dat heb ik nog niet zo gedaan. Oh ja, dat is ja, dus met voetbal ook. En dan zie je ze aankomen rennen. Hè. Die voetbal hebben ze gescoord. Ze maken ze ook deze, geloof ik. Dan. Ja. Spanje. Oh. Spanje is een... Ja, jullie zullen thuis wel in Nederland denken. Waarom heeft hij... Want ik heb je... Ja, Spanje is natuurlijk voor ons allemaal, hoor. Als je dan aan die zon alleen al denkt. Hè. Dan kijk er weer zo'n zin in om naartoe te gaan. Hè. Nou, daar gaat hij. Niet langer de spanning. Het is geworden boterletter, dat hebben jullie bedacht. Welk panelid? Willeke? Ja, Willeke is boter. Letter? Ja, die staat! Familie Jansen. Rita Corita. Rita Corita is boter! Ja! Laatste panelid. Ik zou... Die nieuwe juffrouw, Kees. En die nieuwe vrouw die de Kees heet, hè? Ja, en zo gezegd de nieuwe duo. Ja, Kees, ja, ja! Daar gaat hij, jongens, van Willy Mobach. Laatste. En je staat op 155. 195 moet je in ieder geval halen. Twee antwoorden, daar staan jullie gelijk. Daar gaat hij, jongens. Suiker, puntje, puntje. Suiker, puntje, puntje. Piet, laat zien. Suiker... Beest is het geworden. De familie Mobach heeft beest. Ik ga het vragen. Maximaal twee moet je er goed hebben om gelijk te komen met de familie De Boot. Als dat zo is, dan gaan we loten of je bepaalt zelf of je doorgaat. Wie is het eerste panelid? Willeke Alberti. Goh, ik zit goed, hè? Suiker. Beest, jawel. Tweede panelid wordt... Kees. En dan kom je gelijk. Kees is... Joe! We zullen de spanning opvoeren, maar in ieder geval maakt dit panelid uit of de zaak bekeken is in de tweede ronde of dat we erom gaan loten. Wie is het derde en beslissende panelid? Nou, ik gok erg hoor, maar als ik zeg meneer Alessandro Napola, dan zeg ik... Jawel, één score. Kijk, 215 voor de familie Mobach. 205 voor de familie Jansen. En 195 gulden voor Kees. Kees, direct kun je uit gaan kleden. En dan zullen we zien wie Kees is. Ik zie je direct terug. Ik neem afscheid van mijn panel.
En ik zeg dan dus, wanneer komt dat boek van jou uit? Volgend jaar deze tijd. Met dan die, heb ik er genoeg. Al die gedichten. Ja. Dag Wil. Ik schrijf het voorwoord. Dag Wil. Alexander, ik vond het bijzonder aangenaam je weer eens in het panel te hebben. Dag Jaan, dag. 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 Dag lieve Daisy. Dat is goed, hè? Ja. Pierre, wat heeft de familie De Bout gewonnen? Want daar gaat het om. Zo mee naar huis nemen kunt u, ja ja. Wat dacht u van dit fraaie stuk meubelwerk? Uitgevoerd in Italiaans notenhout, een secretair, zoals u toevallig al zo lang wilde hebben. En voor de sfeer leveren wij er een knecht op wielen, een zogenaamde serveerboy, bij. Ja. Hallo, dag Rian, dag Kees. Doe je maar af je baard of nee, op het slot? Blijven zitten. Blijven ja? zitten. Hij blijft, maar daarna zien we hem, hè? Ja, je mag zien. Oké. Okay. Kees, je hebt gewonnen, dat heb je van Pierre gehoord. Een prachtige secretaire en een serveerboy. Nou komt het moment dat ik tegen je zeg, neem het zo mee naar huis. Want daar heb je recht op, daar staat hij. Kijk eens even aan. Of kies je eigen cadeau. Maar besef wat je doet. Want het spel is keihard en de mensen eten nog wel eens een chipje hier, dat ze het laatste niet verstaan. Ik vind ze ook zo lekker. Ik ga even aan Pierre vragen wat er nou bijvoorbeeld in de rode doos zit. Pierre, dan kunnen ze er even over nadenken. Wat zit er in deze rode doos? Ja, ja? Daar kan de cheque van 2500 gulden in zitten, maar natuurlijk ook een heerlijke banketletter. Het is dus een heel vervelend spel, dus ik zou je adviseren, en ik meen dat oprecht. Heb je erg veel zin in je kast en je serveerboy nemen mee en dan vergeten we dit spel. Wat ga je doen? Zeg hem maar. Want het kan eindigen in een speelgoedbootje. Het kan ook eindigen in... Kan je ook lachen? Ja, kan je lachen. Je hebt een mooi praat achter dat gordijn van je. Kan je mooi lachen. Ja. Heb jij nog één keer? Of heb je al een beslissing genomen? Ik wou het nu wel weten eigenlijk. Nou, we nemen de secretaire. Ja? Ze neemt ja. de secretaire. Ja, natuurlijk. Je weet toch die doos in het. Ja, natuurlijk. Heel goed, heel goed. Nou, jij komt in natuurlijk. Ja. Prachtig, dus dank jullie. En het is een beauty. Ik ben met jou klaar, in zoverre klaar. Jij, wacht even, want Kees had willen gokken, het is allemaal afgelopen. Kees, welke doos had jij genomen? Nou, ik ben altijd de kleinste, dus ik had die kleine blauwe genomen. Je had die kleine blauwe, daar komt Pierre aangesneld. Pierre, het was hem, hè, die kleine blauwe, want die had Kees genomen. Het spel is allemaal afgelopen, maar we willen toch even kijken of die cheque erin zit. Zal ik hem even pakken? De kleine blauwe? Zal ik hem even pakken? Nee, niet weer, jawel. Wie? Dezelfde van vorige keer, Pierre, dat moet je niet te veel doen. De groene doos. Nou, we zullen even laten zien of het hem is. En dat is hem altijd. De cheque. Ik kom erbij staan, jongens. Nou, dit heb je. Je had dus de groene moeten kiezen, maar je hoeft absoluut. Nee. Want hij had hem fout, jij had hem fout. Dan had je waarschijnlijk iets heel anders gehad wat er in het. Kom lekker bij me staan. Ja, maar het is ook. Hè? Maar het is een pracht van. Het is een pracht van een ding. En dan wou ik nog even wat tegen u zeggen. Van de vorige keer. Toen was het namelijk sorry, ja. En ik ben blij dat je het gedaan hebt, want dan hebben we dat niet weer. Want de mensen in Nederland die eten dus wel eens een. Chipje. Ja, je mag verder gaan hoor. Ja, kijk eens. Nou, zeg maar. Nou moet je die ook nog aan doen. Oh, wat goed. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. Dankjewel. Doe hem even op, één keer. Als je bezig bent met het 120ste seizoen. Goedenavond. Ik neem afscheid van jullie. Pierre, fantastisch. En secretaire. En natuurlijk. Wat zij gewonnen hebben is, willen natuurlijk die fameuze afvalemmer. Daarbij aan scoren geldt 195 gulden. En dan die schitterende secretaire en serveerboy. Blijf lekker staan. Dankjewel. Blijf maar lekker staan, ja. Kerk, ben je al klaar? We kunnen weer. We gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is met Pierre. Het volgende dag. Hé, hey, jongens, Treinie en Piet en Julie en Peter. Een spel dat zich de laatste tijd ontwikkeld heeft tot een
fascinerend gebeuren. En het kan weer gaan gebeuren vanavond. 215 tegen 205. Hoe snel ben je met drukken, Julie? Ja, dat zou sneller moeten. Je drukt snel, jullie drukken snel. Ja? Uitstekend. Nog even oefenen. Ja, zo. Nou. Dames en heren, ga ik u speciaal aandacht vragen dus. Voor twee teams. Dat is Rotterdam, Spanje team. Ja. En Gouda. En zij gaan spelen. En uiterste concentratie. Vijf gulden gaat eraf. Op het moment dat je te vroeg drukt en het verkeerde zegt. En de aanbieding mag je ook houden. Daar komt het eerste woord in de categorie Naman. Willem Slijding. Dat is 210. Jawel, Peter Jansen. Niet voor je beurt praten, hè. Je hebt nou toevallig gedrukt. Ja, uitstekend. 220 tegen 210. Nu moet ik... Superster. Superster. Nou, dat is ongeveer hetzelfde dus als ze meegedaan hebben daarna. Ja. Weet je wel, ze zien ze te vermoeid uit. Ja. Gaat 5 gulden af. De stand is alweer gelijk geworden, jongens. Jawel, gaat weer gebeuren vanavond. 210 tegen... Oh nee, toch niet. Nee. Nou ja, hij was er al af. Dat gaat zo snel met die computers vandaag. 2.15, 2.10. Nou jongens, in één stoot. Daar gaan we. Zeg het. Mieke Telkom. 5 gulden erbij. Peter. Donald Jones. 5 gulden erbij. Tom van Duinhoven. Uitstekend. Ja! Scoort uw grammofoonplaten met inklap uit de boekenkast of van de grond met dit praktische platenwagentje en cassetterek. Natuurlijk leveren wij een serie grammofoonplaten bij cadeau. Wie op wie? Wat doe je, Julie en Peter? Ik denk dat het bekend is dat je dat op 215 tegen 205... Platenwagentje. Genoeg. Weggeven. Weggeven, ja, je moet wel wat je stand betreft, wil je eindwinnaar worden. Het gaat naar de familie Mobach, Pierre, die betalen. Het is een kopje voor zoveel muziek wat het kost. 13 gulden. Alsjeblieft. Kijk eens aan, 212 tegen 215. Perfect, uitstekend, jawel. Kom op jongens, in tempo gaat hij. Henk Elsink. Wil je daar op de tribune alsjeblieft je mond houden met die verkeerde dingen? Nou was het één keer goed, je hebt het al 10 keer fout gezegd. Ja, hè? Ja, ik zit even te kijken zo. Ik denk even... Ja, precies. Corrie van Gorp. Ja. Dokter aan de Speen. Zeg er goed, hè? Zeg er goed, hè? Goed, ja. Willem Nijholt. Ja, goed. Kruif. Kuifje is goed, jullie. Jullie gaan goed. 230, 227. Tada, 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 tada. Charles de Gaulle. Ja, heel goed. Charles de Gaulle. Charlie Chaplin. Limelight, heel goed. Laatste categorie namen. Moby Dick. Fantastisch, Peter, dat je dat herkent. Moby Dick, stand is... Goed, hè? Leuk, ja. Ik vind het niet goed, joh. Hé, hey, Peter. 2,35 heb je er. En Piet en Treini hebben er 2,37. Begint het al te lukken bij je, een beetje? Ja? Ja. Wat, je voelt hem al de tikkert, hè? Klopper, de klopper, de klop, klop, klop. Ja, klopper, de klop. Helemaal niet. We zijn nu achter. Oké, joh. Nee? 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 Piet krijgt het, jongens. Let op. In één stoot maken we hem af. Daar komt de categorie huis, tuin en keukendingen. Eerste. Correct. 5 erbij. Niet te snel, hè? Antwoord. Strijkplank. Correct. 5 gulden. Possegel. Correct. 5 gulden. Haarkrulplank. Fantastisch, Peter. Weer 5 gulden. 2,50, 2,42. Let op. Ja, Pierre. Tweede keer. Gaat-ie. Porselein uit China. Hoogfijne kwaliteit drinkerij. U ziet het. Met 6 personen kunt u nog net een feestje bouwen. Doen jullie, Peter en Julie. 52, 22. Houden. Hoeveel delen? Hoeveel delen? Hoeveel delen, Pierre? 21, hè? Met... Het is voor 6 personen.
Voor zes personen, 21 delen. Oh nee, dat is niet over die. Oh, nou toch je mond Moet ik weer even uitleggen voor thuis, want dan denken de mensen, waarom zitten die mensen zo te schreeuwen? Groen wil namelijk die stoel via jullie verdienen. Oh. En dan is het groene vak en geel, die wil houden, die wil ook die stoel verdienen, vandaar. Je bent aan een vak gekoppeld dat zo'n stoel krijgt. Ja. Dus wat wordt het? Houden? Houden. Dan betalen jullie en Peter voor hoeveel heb jij? Het fraaie porselein kost u 3 gulden. Yeah. Washandje. Zeer goed, Peter. Belastingaanslag. Die heb je net binnen, denk ik. Ja, ja klopt. Allemaal, we zijn allemaal... Ja. Ja. Looplamp. Zeer goed. Briefopener. Zeer goed. Pak hem. Pak hem. Regenjas. Ja, jammer, hè. Hou. Concentreer je, concentreer je. Koopavond. Concentreer je, zeer goed. Daafjes, meneer Janssen, ja! Eethoek, speelhoek, leeshoek, huiswerkhoek, knutselhoek of naaihoek. Deze tafel met 2 banken zijn praktisch in elk interieur. Wie neemt hem? Dan zal ik je vertellen. Nee, vertel ik jullie 1 ding, hè? Aan jou vertellen, hè? Jullie, mag ik even je aandacht alstublieft? Ja? Pierre zegt zo duidelijk, het is in elk interieur past het. En in hun interieur is het allermooiste. Geef het weg, want je staat achter met 5 punten. Kom op. Nu! Weggeven aan jou! Ja, meneer! Moebach betaalt. Ja. 1 tafel en 2 banken maakt de prijs van 3 gulden. Oeh! Hand aan de knop, volgende! Komt eraan! Trainer, je hebt gedrukt, ja. Braadpan, 5 eraf, volgende. Brillenkoker. Ja, heel goed, zet hem op het gas en hij gaat koken. Brillen, oh, oh, oh. Het is niet te geloven, Pierre, de familie Janssen met een zeer snel... ja, daar gaat hij. Wat doet u? Ik hoef u niets meer te zeggen. Het beeld spreekt voor zichzelf. Ik vraag mij af, ik vraag mij op. Wat doe je? Ik weggeven. Oh, doe niet nerveus, schat. Je mag alles weggeven. Pieter is er heel blij mee. Die bank is er wel even, maar dan niet. Nee, als het in Spaans is... Dat kan ik niet lezen. Ik kom het bij je persoonlijk bij je vertalen, hoor. Vanaf morgenavond even nog zo. Het is weggegeven, ja! Daar gaat hij weer. Ja, ja. Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. En zij kost nu 0 gulden. Wow. Hand aan de knop, gaat hij weer, ja! Van Bozenjam. Heel goed, Pietje. No. Fruitvat. Fout. Als je het daarin doet, dan moet je hem nog warm maken ook. Frituurvet, ja. Daar is die. Jammer, 5 eraf. Volgende. Rode appelmoes. Rode appel. No. Is het goed? Alsjeblieft, die geef aan mij persoonlijk 25 gulden voor. Die vind ik zo goed, geef 25 gulden voor. Laat maar kijken wat het is. Ja, kijk aan mij. Wat is het? Rood appelmoesje. Nou, laat eens zien wat het is dan, jongens. Die vind ik goed. Einde van deze ronde. Nou, je hebt 25 gulden van mij gewoon. Precies. Laatste categorie, jongens. Stand is 2,44, 2,57. Gaat hij weer. Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. Nu gaat, nu gaat het ervan komen. Wie gaat winnen, wie valt af. Hier is hij. Is het niet te moeilijk. Let maar. Van de regen in de druk. Die zit zeer goed. 49,57. 2,5 in betalen. Betalen, ja, met de kerstdagen. Zeer goed. Zullen wij in de put, 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 put. In de put zitten. Ja, precies. Je zit er nog niet in. Na, 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 na. Boven Jan zijn. Boven Jan zijn. Heel goed. Heel goed, jongen. Wat je zegt bij jezelf. Wat je zegt, het is onvoorstelbaar weer zo spannend, jongens. Ja, let op. Oh ja, daar is hij weer. Lekkere hapjes. De komende feestmaand uit deze nieuwe hoogkwalitatieve pannenset. Geeft u een weg of hoopt u op een koopje? Wat doe je? Auwe. Auwe. Peter, zeg wat je 2,67. Ik vind er wat.
Houwe. Prima. Heel goed. Familie Jansen betaalt Pierre voor de pannen. Het is een koopje, zei ik toch. Het kost 4 gulden. Oh. Jij krijgt de deksel op je neus vanavond. Let maar op mij, met die hele mooie pannen. Het volgende woord gaat hij. We zijn er bijna. Kom. Ja. Robon. Nee. Nee. In. Nee, Rob. Nee, ja, nee, het spijt me. Rap en Roer. Ja. Johnny Rap en Eddie van der Roer. Daar gaat hij. Door dik en dun. Die is goed. Kom op, Pietje, je moet hoor, nu. Je moet. Pietje moet echt hoor. Ja, zeg het maar. Peter? Ja, jammer Peter. De koning te rijk. Je moet inhalen, Piet, want het gaat mis. Anders, kom op jongens. De koning te rijk. Oh, dat is dat is een probleem. Wat was dat dan? Oh, was de leukste thuis? Dat was ik weer even, hè? Ging weer iets fout, hè? Ja, ik zat er eentje voor. Nee. Dit telt allemaal niet mee, want dan gaat dat gekke ding maar doordraaien daar. Want hier moet ik even een jurybeslissing over. Telt die laatste mee die ik voorgezet? Ja, die telt mee. En die andere telt. Nou, nu gaan we weer beginnen. Deze telt niet. Bit en werk. Komt-ie. En die andere. Daar komt-ie. Ja, komt-ie maar. Die is voor jou. Maar je moet hem wel roepen, Peter. Een waarheid als een koe. Hou die hand aan de knop. 5 eraf. Je staat 1 gulden achter. Hij staat 1 gulden achter, Pierre, en Paul Meijer! Voor hem en voor haar een aardigheidje van Willem, zodat u tot in de lengte van jaren weet hoe laat het was. U of uw buren. Ja, nou moet je weggeven, geef mij! Geef mij wel, nou! Blijf even, alsjeblieft, geef mij het en ik hou hem weg, nou! Geef hem nou een weg! Alsjeblieft, geef hem nou een weg! Je kan de golven prijzen winnen, geef hem nou weg! Winnen, god, als je gaat! Weggeven! Weggeven! Nee, maar dit is de gek, man. Die horloges kosten 1 gulden. 2,58. Niet in mij kwalijk nemen, hè? Ik zeg weggeven omdat ik denk, moet gelijk tenminste komen. Nou, even serieus, jongens. Er komen er nog 4. Oh, hemel. Daar gaat hij. Nog 4. Gaat het voor de zwijnen? Dat is er 1. Die is voor jou. Schiet op, jongens. Bieren goed, je kan alleen nog maar gelijk komen, anders heb je verloren. Peter Druk. Peter Druk. Peter Druk, anders verlies je. Peter, je hebt verloren op de Schobber de Bonk. De allerlaatste. Hij is niet belangrijk meer. De maat is vol inderdaad. De winnaar van vanavond, de familie Mobach. Blijf zitten. En mag u ze thuis allemaal zien, de mensen die jullie aangemoedigd hebben vanwege het gele vakje. En daar is hij weer, hè, de stoel. Ja, u daar op het gele vak. Natuurlijk weer de Willem Ruis lichtstoel. Heerlijk makkelijk om met Sint-Nicolaas uw banket in te eten. Of gewoon mee te nemen naar uw wintersportvakantie. Hallo. Hallo. Hoe was het? Goed. Vond je naar? Nee. Van die horloge vond je? Ja, dat wel. Dat ik heb geen horloge. En ik ben eigenlijk mij niet. Heb jij maar geen horloge? Nee. Nou, dan moet je er één kopen. Nee, ben je gek? We gaan er geen doen. Het is een spel van weggeven. 2 dingen zijn er te verdienen. We nemen snel afscheid van jullie door het spelletje hoger lager. Hoe gaat dat spel? 2 artikelen. Raad ze door middel van hoger en lager zeggen. Dat zeg ik. En de prijs die hoor je dan vanzelf. Dat is het eerste artikel, Pierre. Wat zal de prijs zijn van deze 5-armige kandelaar? Natuurlijk met kaarsen en hij is slechts verzilverd. Is de prijs hoger of lager dan u denkt? Tweede artikel. Je houdt een aantal seconden over. En dan ga je het tweede artikel raden. Het spelletje heet hoger, lager. Pierre, laat eerst zien waar het om gaat en dan kun je gaan concentreren op wie het gaat doen. Pierre, ook hier te winnen. Hier staat hij weer. Die milieubewuste gonzer. Brommen doet hij nauwelijks, maar hij glijdt u door het stadsgewoel. Wat zal hij kosten? Meer of minder dan u denkt?
ga dat doen. Ik zal het spel nog even uitleggen. Op het moment dat je een bedrag roept, Peter, ik vond dat werkelijk... Je hebt een reactie van, doe je een sport? Ik heb voetbal, zaalvoetbal. Ja, dat is sneller dan... Keeper. Een keeper. Je had inderdaad een reactievermogen waar het hart van mij van oversloeg, inderdaad, zo snel. Jij gaat het doen, zij gaat misschien de snor of de brom of weet ik veel wat doen, het andere ding dus. Als je op een bepaald ogenblik een prijs noemt, dan gaat de klok lopen. Je hebt 30 seconden en ik zeg alleen hoger, lager. En dan vinden we vanzelf uit wat die kost. Daar is de klok al. Als je begint, begint de klok ook. Het is zilver. Ja. Zilver. Ja, zilver. Verzilver. Die vind je niet zo gauw bij jou in de wagen. Zeg lieverd, je moet niet dus... het is geen overlegorgaan. Je moet gewoon, hij moet beginnen. Hij moet zeggen dus 160 en dan zeg ik lager. En zo gaat hij door en dan zegt hij 100 enzovoort. En dan gaat die klok lopen. Ja. Nou, zeg het maar. 100. Lager. 95. Lager. 80. Lager. Hoger. Hoger. 90. Lager. 86. Hoger. 87. Hoger. 88. Hoger. 89. Die staat. Die heb je. Jawel, die heb je. Ja. 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 22 seconden de tijd. Julia. Nee. Voor mij niet. Peter gaat door. Hebben jullie kindertjes? Ja, twee. Ja? Ja? Die zullen hartstikke trots op je zijn. Wat spreken die nou thuis? Meer Spaans of Nederlands? Allebei, maar meer Hollands dan Spaans. Meer Hollands dan Spaans. En jij spreekt Spaans uit Barcelona zonder Rotterdamse accent. Ah. Ja, dat viel me op. Je zei niet van... adio, zijn. Vanuit de ontspanning. Je bent trouwens een mooie vrouw om te zien, vind ik. Dank je. Ja, gaan we rustig door. Kijk jij die bromfiets, neem ik jullie wel mee. Nou, daar gaat hij. Zijn we er klaar voor? 650. Hoger. 700. Lager. 660. 660. Ja, hoger. 670. Hoger. 680. Hoger. 690. Hoger. 699. 699, zei je? Ja. Lager. 698. Hoger. Wat zij gewonnen hebben, Willem, is aan scoregeld 258 gulden. Daarbij de jaloersmakende afvalemmer. En een porseleinen Chinese servies. Plus een pannenset. Een vijfarmige kandelaar. En die glorieuze bronfiets. Kom even bij me staan. Piet en Trein, je hebt gewonnen. Het gaat weer gebeuren. De wereld van het luxe gaat nu achter ons. Je bent nog één. Kom maar mee. Inderdaad, de wereld van het luxe. Misschien uw favoriete prijs is dit winterensemble voor hem een verhaal. Alles wat de poppen aan hebben mag u meenemen en dat betekent dat ook de noren en de kunstschaatsen voor u zijn. En daarbij, wat dacht u van deze stereo, radio en cassette recorder met 4 luidsprekers? Alsof het milieu toch al niet aangetast wordt, maar voor mensen van goede wil kan het ook zachtjes. En wat dacht u hiervan? Een echt voetbalspel. Ja, ja, maar niet zo'n gewoon, nee, een echt caféspel waar je rug rustig aan kunt rukken en trekken. En ik zou bijna zeggen, gefundenes fressen. Een originele trapnaaimachine die zo echt nagemaakt is dat je alleen maar recht kan stikken. Letterlijk heb ik geen woorden voor dit bescheiden ogende, maar meest waardevolle cadeau. De 21-delige Oosthoek-encyclopedie. En dan, meteen na afloop van de quiz kunt u uw spullen uitdoen en in deze wasmachine stoppen die 12 programma's heeft. Alles doet wat u wil en zelfs een energiebesparende knop heeft. En natuurlijk krijgt u de droger er gratis bij. Zomaar een prijs om even bij stil te staan. Van Italiaanse makelij zijn deze opbergkist, schilderijlijstje, ijskoeler, sierbussen en schemerlamp. Beeldschoon en makkelijk om mee te nemen. Als laatste... Niet zomaar een gewone fiets, nee. Een zogenaamde swingfiets. Het achterwiel zwiebert en zwabbert alsof het los zit. En dat zit het inderdaad ook. Maar u kunt het vastzetten en dan is het een doodgewone fiets. En een pracht van een fiets. Jawel, daar staat. Blijf staan. Ja. Blijf staan.
als je de fiets neemt, is het een rare fiets. Maar als je bij de fiets en de andere cadeaus dan exact nog 21 haalt, dan is er een bonusprijs. En dan zal je zeker niet geloven wat er dan gebeurt. Pierre, bonus! En wat voor een bonus? Want wat dacht u van deze fantastische kleurentelevisie die 12 kanalen heeft, maar die vergezeld gaat van een videorecorder die een 3-uurs opnameband kan dragen voor al uw favoriete programma's. U kunt hem 3 dagen van tevoren instellen. Nou, me dunkt, uw vreugde zal geen grenzen kennen. Wat wordt het eerste cadeau? Die fiets niet, hè? Nee, die fiets niet. Wasdroger is het geworden en daar gaat hij dan. Oké, tweede cadeau. Let op wat er gebeurt, jongens. Nou, we gaan het even doen. Helemaal vergeten. Ja, kijk eens even aan. 8 staat er vast. Er staat een meter cultuur. Er staat een wat, een meter cultuur? Ja, daar die... Je wordt niet nog leuker dan ik, hè? Nee. Alsjeblieft. Pas op, hoor. Nou, wat zeg je? Meter cultuur? Trein, die zeg jij. Trein, die zeg je, schat. Trein. Die antiklop. De trein van 14:95 vertrekt van het vierde perron westzijde. Het kan nooit 21 worden, maar wat het wel wordt is... Oh. Doorgaan of stoppen? De bonusprijs is niet mis. Nee. Doorgaan of stoppen? Kijk eens even aan, wat een spulletjes. Ah, gok er toch eens een keer op een los, joh. Wasmachine, encyclopedie, die... een voetbalspel. Ik ben niet voor de jongens. Voor de jongens? Ja, je hebt er hoeveel? Ja, 3. 3 jongens? Ja, 1 meisje, 2 jongens, ja? Ja, voetbalspel. Ja, voetbalspel. Gaat hij? Voetbalspel, neem ik de fiets? Die neem je niet, hè, dat ding? Nee, want hij neemt het voetbalspel. En dat is zo leuk voor de jongens, het voetbalspel. En het is, ik ga janken! Ik ga echt huilen! Ja! Wat zij gewonnen hebben is aan geld 268 gulden en daarbij grammofoonplaten met de grammofoonplaten wagen, een eethoek, boeken, een dames- en een herenhorloge, een voetbalspel, een encyclopedie, een wasmachine met droogkrommel en dan die fantastische bonusprijs, kleurentelevisie plus videorecorder. Ja. Een chocoladeletter W bij zich, maar hij mag wel blijven zitten. Blijf zitten, die mevrouw met die witte trui, achteraan. Blijf maar zitten. Juist, blijf maar zitten. Blijf maar lekker zitten. Er komt wat onderuit nu. Alsjeblieft, schat. Ik kan er een boterlegger bij maken.